We hebben natuurlijk allemaal wel eens dat we denken, ja, weet je, staat mijn auto wel veilig geparkeerd? Ja, dan kan je natuurlijk fysiek heen lopen om even kijken. Maar ja, dat is natuurlijk wel echt ouderwets. En ja, moderne auto's hebben natuurlijk allerlei camera's aan boord. Hè. Het begon ooit met achteruitrijcamera. Inmiddels voorop ook een camera waar je niet zo heel veel zinnige dingen mee kan doen. In de zijspiegels vaak camera's. Nou, die beelden kan hij combineren, kan hij onwijs veel gave dingen mee doen. Hè. Bijvoorbeeld als je achteruit inparkeert, dat hij dan echt maar de auto van boven laat zien. Zodat je niet tegen dat ene paaltje aanrijdt of er precies omheen gaat. Je kan verschillende camera standpunten en zo kiezen. Maar ja, die auto heeft tegenwoordig ook een internetconnectie. BMW bijvoorbeeld heeft dus je BMW Connected app. Daar kan je allerlei gave dingen mee doen. Brandstofverbruik, hoeveel brandstof je nog aan boord hebt. Of je accu nog is geladen bij een plug-in hybrid. Dat soort dingen. Bestemmingen naar de auto sturen. Dus vanuit je agenda, zo je navigatie. Nou, fantastisch allemaal. Maar je kunt dus ook de auto als het ware als een webcam gebruiken. Dus dan hoef je niet meer fysiek naartoe om te kijken. Waar staat die nou? Staat die nog veilig? Ik zal je even laten zien hoe je dat dan doet. Gaan we even naar iDrive. En draaien we even. Dan gaan we naar mijn auto. En dan naar iDrive instellingen inderdaad. En dan hebben we gegevensbescherming. Remote 3D View. Opnames van de surroundcamera's kunnen via de BMW Connected app weergegeven worden. De beelden worden gecodeerd overgebracht. Nou, dat willen we dus. Nou, nu staat het aan. En dan is het eigenlijk zo simpel als de BMW Connected app pakken. Ga je naar Remote 3D View. En dan moet je nog allerlei dingen vaak eerst een keer aanklikken. En zeggen dat je het echt allemaal wil. En dan duurt het even. Het is helaas niet echt een live verbinding. Hij maakt een paar foto's. Die upload je naar de server. Wordt allemaal gecodeerd en in München gecontroleerd. En nou, je weet hoe autofabrikanten daar best wel wat panischer in kunnen zijn, maar het eindresultaat is wel dat je kunt zien waar je geparkeerd staat met de auto. Dat kon ik op zich ook als ik gewoon naar buiten zou kijken, maar ik wilde even laten zien dat dit dus gewoon een geile feature is die BMW aanbiedt. Geile feature, heel erg zinloos, maar ja, wel geil.